De 70-jarige Bredase jager BK stond dinsdag terecht op verdenking van het doodschieten van de 39-jarige Bredase Joska Goossens op 22 november 2007. Een kogel van de ervaren jager raakte bij de Bavelse Berg de vrouw die daar haar honden uitliet. De rechtszaak kreeg rond 2:30 een plotselinge wending. De rechtbank schorste de zitting omdat de verdachte fysiek niet langer in staat was de zaak goed te volgen. Officier van Delft van het Openbaar Ministerie in Breda legt verdachte J.K. Ten laste dat hij opzettelijk van het leven heeft beroofd mevrouw Joska Goossens. Subsidiair dat hij haar opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht met de dood tot gevolg. En nog meer subsidiair dat hij zeer onvoorzichtig, onoplettend, achterloos heeft gehandeld door een kogel het terrein in te schieten en zich niet heeft vergewist van het gegeven of er mensen aanwezig waren. Het is bij deze ten lastelegging gebleven, want rechtbankpresident Van Kralingen heeft tegen de klok van 2:30 vrij abrupt besloten om de rechtszaak te schorsen. Meerdere keren al vandaag was de verdachte niet helemaal bij de les. Hij dreigde weg te zakken, in slaap te vallen. Hij voelde zich niet lekker, gaf hij een aantal keren aan. En uiteindelijk tegen 2:30 gaf de advocaat aan dat zijn cliënt eigenlijk met moeite nog verder kon, omdat hij zich absoluut niet lekker voelde. De verdachte houdt vol dat hij nooit heeft gezien, gehoord, heeft geweten dat er een mens op het terrein was. Anders had hij vast niet geschoten. Hij zegt, ik heb op een duif geschoten. Stom, stom, ik miste die duif. Waarschijnlijk is de kogel afgeketst en zo bij mevrouw Goossens in het lichaam gekomen. De ballistisch expert vindt het vrij onwaarschijnlijk dat de kogel is afgeketst en op deze manier een mooi rond schotgat in het lichaam van Joska Goossens heeft achtergelaten.